Het lijkt erop dat de storm rondom Mart smeeds nog niet is gaan liggen, ondanks zijn blijvende aanwezigheid in de VA Ratchets. De beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn NOS-sportjaren blijven als een schaduw boven hem hangen. Aiga Margadi deelde haar vernederende ervaring voor de gehele redactie, en nu hebben ook Katrien Keil, BNR-presentator Jelle Maasbach, Henk Westbroek en Leontien van Moorsel zich tegen hem uitgesproken. De 77-jarige Mart lijkt verre van hoffelijk te zijn geweest. Ondanks zijn herhaalde beweringen van het tegendeel. Zijn confrontatie met TV-interviewer Koen Verbraak onthulde een afschuwelijk arrogante en auténe reactie. Sommige critici gaan zelfs zo ver om hem een slecht mens te noemen. In de brievenrubriek van de VA Ratchets, beheerd door Euskan Akjol, uit de lezer genaamd meneer Frans uit Amtelde zijn irritatie over het feit dat de VA Ratchets vasthoudt aan de column van Mart Smeets. Hij vraagt zich af: wanneer wordt Mart Smeets uit de VA Ratchets verwijderd? Euskan lijkt de lezer te terechtwijzen en stelt dat het niet netjes is om te vragen om iemand te ontslaan en beschuldigt de lezer van vergelijkbaar gedrag met degene die hij bekritiseert. BNNVARA, de omroep die al genoeg beschadigd is, lijkt niet te weten hoe ze met deze situatie moet omgaan. De lezer betwijfelt waarom de Ratchets zo vasthoudt aan Marts column, terwijl de omroep al genoeg reputatieschade heeft opgelopen. Euskan lijkt echter de kant van Mart te kiezen en neemt het op voor hem. Ondertussen lijkt de column van Mart zelf weinig substantie te hebben. Hij schrijft over zijn voorkeur voor bepaalde CD's, zoals deze week over de Moody Blues. Hij deelt herinneringen aan lang vervlogen tijden, maar het lijkt erop dat zijn oud-collega's weinig last hebben van zijn schrijfsels. De vraag blijft hangen, hoe lang kan Mart smeet zijn positie behouden te midden van deze controverse, en in hoeverre zal het blijvende effect hebben op zijn carrière en reputatie?